meneer Kappert, een bijzondere voortuin heb je. Ja. Al die kabouters. Ja. Hoe is dat zo gekomen? Op een verjaardag. Ja. Dus iedere verjaardag had je er een of meer? Meer. Want hoeveel van die kabouters staan er eigenlijk? 200. 200? Ja. Dat is een heleboel. Ja. 200 kabouters, dus ze blijven jaar in jaar uit buiten staan of haal je zo? Nee. Alleen in de winter giet je een boom. Op zolder? Nee, slaapkamer. In de slaapkamer. Op bedden. Op het bed, ja. Maar vraagt dat veel tijd om dat allemaal een beetje bij te houden, die kabouters? Nee. Het is een hobby, hè? Het is een hobby. En waar zit het plezier precies in die hobby dan? Zo. Ja, dan heb ik maar te doen. Ja, dan heb je wat te doen. Oké, ze staan er allemaal keurig bij, hè? Ja. Zitten er ook nog unieke exemplaren tussen? Niks. Nee, het zijn allemaal doodgewonnen tuinkabouters. Ja. Zelfs een fonteintje met vissen, zie ik. En het gaat altijd goed, want dat staat hier zo open en bloot aan de straat. Ja. He? Ja, je komt er niet bij, want het is gekraad om. Oké, want... Is het een keer ook niet fout gegaan dat je zie je kabouters op de stoep terugvond? Ja, op een morgen. Ja, toen door hier. Op een morgen, ja, oké. En er is ze weer weg. Maar ze waren nog wel compleet of lagen ze in stukken? Nee, waren wel compleet. Ze waren nog compleet, oké. Nou, ik denk dat we alles hebben gezien. We zien hier ook een hoe heet zo'n ding? Een kar? Een bankfiets met kabouters. Ja. Hier zien we ook nog vier kabouters op een rij. Dat lijken wel smurfen. Nee, stappers. Maar dat zijn andere, hè? Stappers. Stapworstenkabouters. Ja. Die zien er ook mooi uit. Ja. Nou, ze blijven nog de hele zomer buiten staan. Ja. En krijg je wel eens reacties van mensen? Nee. Nee, maar... Ik krijg wel eens kabouters van de mensen. Oké, onbekende mensen die aanbellen en zeggen, nog een kabouter erbij. Ja. Oké. En mensen die eventueel stoppen om een opname te maken of een foto, gebeurt dat wel eens? Ja, dat gebeurt wel eens. Oké, nou, prima. U gaat nog een tijdje door met de kabouters. Ik wel. Dus als er mensen zijn die eventueel kijken en nog een kabouter in de tuin of op zolder hebben, die kunnen hem bij u binnenbrengen? Ja. Oké, afgesproken. Bedankt voor dit verhaal en tot ziens. Ja.